But we're continuing our series in the book of James. Maar we gaan verder in de serie met het boek van Jacobus. So if you have a Bible with you. Dus als je een Bijbel bij je hebt. Or you have an online Bible. Of misschien heb je een online Bijbel. I want to invite you to go to James chapter 2. Ik wil je uitnodigen om te gaan naar Jacobus hoofdstuk 2. And the series we're in is called Pressure Points. En de serie waar we het over hebben zijn drukpunten. So what are those things that happen in our life? Dus wat zijn de dingen die gebeuren in ons leven? That makes sure what lives in us comes out. Wat ervoor zorgt wat er in ons leeft eruit komt. Because it's important for us to realize that, you know, that our lives are like fully submitted to the Lord. Dus we moeten ons goed realiseren dat we ons leven volledig onderwerpen aan de Heer. And that we live according to the word of God. En dat we leven volgens het woord van God. But sometimes when things get difficult. Maar soms als dingen moeilijk worden. When somebody cuts you off on the A6. Als iemand je afsnijdt op de A6. And then sometimes something totally different comes out than what you expected to be there. En dan komt er soms iets heel anders uit dan dat je verwacht dat er uitkomt. Now I know we're all super holy here, right? En ik weet dat we allemaal heel heilig zijn hier. So this never happens to you. Dus het gebeurt jou nooit waarschijnlijk. Just to me. Alleen bij mij. No. But it's important to talk about these things. Dus belangrijk om hierover te praten. So I want to read with you James chapter 2 verse 1. Dus ik wil uit Jacobus lezen 2 vers 1. And we'll keep the chapter 2 open because there's going to be more scriptures we'll refer to. En er zullen nog meer schriften zijn die hier naartoe verwijzen. But here it says, my brothers, show no partiality as you hold the faith in our Lord Jesus Christ, the Lord of glory. Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. And then when you keep on reading, en als je dat blijft lezen, you see that James is starting to talk about the rich. En dan begint Jacobus te praten over de rijken. And as humans, en als mensen, it is so easy to become impressed. Is zo makkelijk om onder de indruk te zijn. Of people who do well in life. Van mensen met wie het goed gaat in het leven. Of people who are CEO's. Of mensen die CEO zijn. Or BN'ers. Of bekende Nederlanders. And I grew up in Hilversum. En ik ben opgegroeid in Hilversum. And you have all these, you know, bekende Nederlanders. These well-known, famous Dutch people. Dus je hebt daar echt heel veel bekende Nederlanders. And it's easy to become impressed by them. En het is makkelijk om daarvan onder de indruk te raken. And even, you know, at times in my ministry, as we started the church in Hilversum. En zelfs in de tijd toen ik de ministry begon in Hilversum. It almost felt like we wanted to cater to people who are well off, who are influential in that way. En toen voelde het alsof we die mensen moesten bereiken die invloedrijk waren. We actually needed to please them. Dat we ze moesten behagen. But here James teaches something very opposite to that. Maar hier vertelt Jacobus juist het tegenovergestelde daarvan. So we shouldn't be impressed to impress when we go to the PC Hoofdstraat. Dus we moeten eigenlijk niet onder de indruk zijn van dingen die we zien in de PC Hoofdstraat. Or when somebody parks his Bentley or Ferrari. Dus als iemand zijn Bentley of Ferrari parkeert. And goes into one of these expensive stores. En in een van die dure winkels stapt. I heard one of the stores is called Ogre. Een van die winkels heet Ogier of Ogre. Ogre. Ogre? Yeah, I don't know. Ogier. Well, ja, ik dacht Ogier. I've never heard of it. Ik heb er nog nooit van gehoord. But apparently Carol did. So Carol, are you wel. Secretly shopping there? You work there? Oh. Wow. That is awesome. Heeft daar gewerkt. I'm sorry for my ignorance. Sorry voor mijn onwetendheid. So in the last chapter we read. Dus in het laatste hoofdstuk lazen we. In James chapter 1 verse 9 and 10. In Jacobus vers 9 en 10. It says that the rich man will fade away in the midst of his pursuits. En zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. So I think the point James is trying to make. En ik denk dat het punt dat Jacobus hier wil maken. Is that we need to look at people the way Jesus looked at them. Dat we moeten kijken zoals Jezus naar de mensen keek. Let me repeat that. Zal ik dat nog een keer herhalen? We need to look at people the way Jesus looks at them. We moeten kijken zoals Jezus naar deze mensen kijkt. As we hold the faith. Als we het geloof houden. In the Lord Jesus Christ. In Jezus Christus. Now the word faith. En het woord geloof. In the Greek is the word pistis. In het Grieks is het woord pistis. And it means loyalty. En het betekent trouw.
Believing loyalty. En geloven in... Gelovige loyaliteit. Gelovige loyaliteit. And so it's important that we stay focused on Jesus. Het is belangrijk dat we gefocust blijven op Jezus. That we're totally, you know, in love with Him and committed to Him. En dat we ons volledig toewijden aan Hem, dat we verliefd zijn op Hem. If there's somebody we need to be impressed by in this life. En als we onder de indruk zouden moeten zijn van iemand in dit leven. It's by Him, in Him. Dan is het door Hem, in Hem. And not in other people. En niet in andere mensen. Just in Jesus. Alleen in Jezus. And so James makes it very practical. Dus Jacobus maakt het heel praktisch. And we're gonna do this verse by verse. En we gaan het vers voor vers doen. Verses 2 through 5. En vers 2 tot 5. For if a man wearing a gold ring and fine clothes comes into your assembly, and a poor man in shabby clothing also comes in, and if you pay attention to the one who wears the fine clothing and say, you sit here in a good place, while you say to the poor man, you stand over here or sit down at my feet, have you not then made distinctions among yourselves and become judges with evil thoughts? Stel dat er in jullie bijeenkomst een man binnenkomt met een gouden ring aan zijn vinger en duur gekleed. En ook een arme man in armoedige kleding. En je zou opzien tegen de rijk geklede man en tegen hem zeggen, gaat u hier maar zitten op deze goede plaats. Maar tegen de arme, ga jij daar maar staan. Ga jij maar hier naast mijn voetenbank op de grond zitten. Dan maak je toch onderscheid? Dan heb je toch opgesteld als een rechter die zich door de verkeerde motieven laat leiden. Luister mijn geliefde broeders en zusters. Heeft God niet de armen van deze wereld uitgekozen? Listen, my beloved brothers, has not God chosen those who are poor in the world to be rich in faith and heirs of the kingdom, which he has promised to those who love him? Vers 5. En om rijk te zijn in het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij belooft aan degenen die hem lief hebben. Now one little bonus point from this text. Dus nog één bonuspunt van deze tekst. It says assembly, right? Dus het zegt bijeenkomst. In verse 2. In vers 2. You see that in your translation? Zie je dat in jullie vertaling? Did you notice, like if you go back to the Greek. Dus als je teruggaat naar het Grieks. You would expect to find the word ecclesia. Dus dan verwacht je het woord ecclesia. Which is the normal word that's being used for. Oh. Whoa. which is the normal word. Can we please, because this is the camera. Dus dat is het normale woord. So you would expect the word ecclesia. Dus je verwacht het woord ecclesia. And that's the normal word that's being used for church. En dat is het normale woord dat wordt gebruikt voor kerk. But the word here in the Greek is synagoge. Maar hier in het Grieks is het woord synagoge. Which is the word synagogue, right? Dus dat is het woord synagoog. And this also, you can translate it as assembly. En je kan het vertalen als bijeenkomst. But you need to see what the translators are doing here. Maar je moet zien wat de vertalers hier doen. Because they're giving an interpretation. Want ze geven een eigen interpretatie. Because here you find a clue to whom James is writing, which we also talked about in week 1. Want hier is ook een aanwijzing waar we het over hebben gehad in week 1. He is writing to the lost to the 12 tribes. Dus hij schrijft hier aan de 12 stammen van Israël. And he's writing to messianic believers. Dus hij schrijft hier aan messiaanse gelovigen. Messianic Jewish believers. Messiaanse Joodse gelovigen. So Jews who believed in Jesus, in Yeshua. Dus Joden die geloofden in Jezus. In his day. In zijn dagen. Now the text here applies to us as well, who are from non-Jewish background. En die tekst is ook voor ons van toepassing met niet-Joodse achtergrond. But the primary audience is Jewish people. Maar het belangrijkste zijn de Joodse mensen. Who believe in Jesus. Die geloven in Jezus. So this was like he's writing to a messianic synagogue here. Dus hij schrijft hier aan een messiaanse synagoge. So really important to realize that. Dat is belangrijk om je te realiseren. So he says here, God has chosen those who are poor in the world to be rich in faith and heirs of the kingdom. Dus God heeft de armen van deze wereld uitgekozen om rijk te zijn in het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk. Now if you know a little bit about Jesus' teaching. Dus als je een beetje weet van Jezus' onderwijzing. You hear an echo of something that he teaches in the Beatitudes. Dan hoor je een echo van wat hij onderwijst. And it's this. En dat is? Matthew 5 verse 3. In Matthäus 5 vers 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. So this is something, this is on Jesus' mind. En dat is in de gedachten van Jezus. Those who are unimportant. Mensen die niet belangrijk zijn. Those who are on the fringes of society. Mensen die aan de afgrond zijn van de society. Those whom nobody looks on. Waar niemand naar omkijkt. Those who drive in unimpressive cars. Mensen die in niet belangrijke auto's rijden. Those are the ones that God watches. Want dat zijn de mensen waar God naar omkijkt. Those are the ones who have Jesus' special attention. Die hebben de speciale aandacht van Jezus. You know, the rich have already gotten their reward. Want de rijken hebben een beloning al gekregen. In this life. In dit leven. Now, those that are poor in this life will get their reward. Want mensen die arm zijn in dit leven krijgen hun beloning. Theirs is the kingdom of heaven. Want van hun is het koninkrijk in de hemel. Wow. This is just awesome. But James says we often do the opposite. En Jacobus zegt we doen vaak het tegenovergestelde. Verse 6 and 7. En vers 6 en 7. But you have dishonored the poor man. Maar jullie hebben de armen vernederd. Are not the rich the ones who oppress you and the ones who drag you into court? En zijn het niet juist de rijken die jullie onderdrukken en voor de rechter slepen? Are they not the ones who blaspheme the honorable name by which you were called? Zijn zij het niet die de goede naam belasteren waar jullie verbonden zijn? This is just, you know, it's the world upside down many times. En het is heel vaak de wereld op zijn kop. Those that are rich in this world. Dus de mensen die rijk zijn in deze wereld. Are often the ones who reject the message of Jesus. Zijn vaak degene die de boodschap van Jezus afwijzen. Of course we're called to reach them. En natuurlijk zijn we geroepen om deze mensen te bereiken. And I'm praying we will. En we bidden ook dat we dat zullen doen. But we gotta realize that Jesus' eye is on those who are poor, who are unimportant. Maar we moeten ons realiseren dat het oog van Jezus op de mensen is die arm zijn en niet belangrijk. Verse 8. Vers 8. If you really fulfill the royal law. Als je dus de koninklijke wet naleeft. And this is something, I read a messianic commentary on this verse. En ik had een messiaans commentaar gelezen op dit vers. And the writer says, this is the kingdom Torah. En de schrijver zei, dit is het koninkrijk Torah. According to the scripture, you shall love your neighbor as yourself, you are doing well. Dus volgende dit vers, je moet je naaste lief hebben als jezelf, dan doe je het goed. So this is the kingdom law, this is the Torah that God not only has given to the people of Israel on Mount Sinai. Dus dit is het koninklijke Torah op de berg van Sinaï. But God doesn't only want to give it as an external law. Maar God wil het niet alleen maar als een uiterlijke wet geven. He wants to carve it on our hearts. Hij wil het op onze harten kerven. And we need to fulfill this royal Torah. En we moeten dit koninklijke Torah vervullen. And that's why we need to fulfill these two main mitzvot, these two main commandments. En daarom moeten we deze twee belangrijke geboden behouden. Mitzvot. De mitzvot? Mitzvot. Ja. That's the word in Hebrew for that. And so there's two things that Jesus says. Er zijn twee dingen die Jezus zegt. This is the great commandment. Dit is het grote gebod. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, right? Dus hou van God met heel je hart, heel je ziel. Heel je verstand. En heel je verstand. And love your neighbor as yourself. En hou van je buurman als je naast, van je naast als jezelf. All of the law and the prophets are summarized in this statement. Dus alles van de profeten is samengevat in dit statement. So this is the one thing that we need to focus on. En dit is het belangrijke waar we ons op moeten focussen. And that's why this royal Torah needs to be carved on our hearts. En daarom moet deze koninklijke Torah op onze harten gekerfd zijn. Because then all our zeal, all our passion. Want dan gaat al onze passie. Is focused on loving God. Is gefocust op God liefhebben. And loving our neighbor. En onze buren en onze naasten liefhebben. And James gives a practical direction on how we can make that happen in our lives. En Jacobus geeft een praktische richting hoe we dat moeten doen in ons leven. These two commandments, they summarize all of Kingdom Torah. Deze twee geboden die opsommen dat van het koninklijke Torah. And when we love our neighbor. En als we onze naasten lief hebben. That means. Dat betekent. We cannot treat them unequally.
Dus het betekent dat we ze niet ongelijk kunnen behandelen. And we need to not show them partiality. Dus we moeten ze niet gedeeltelijk laten zien. Partijdigheid. Yeah. So verse 9. But if you show partiality, you are committing sin and are convicted by the law as transgressors. Maar als je onderscheid maakt tussen mensen, zondig je en word je door de wet als overtreder bestempeld. But whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of it all. Want wie zich aan de hele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig ten opzichte van de hele wet. For he who said, do not commit adultery. Immers, hij die heeft gezegd, jullie mogen geen overspel plegen. Also said, do not murder. Heeft ook gezegd, jullie mogen niemand vermoorden. If you do not commit adultery, but do murder, you have become a transgressor of the law. Als je geen overspel pleegt, maar wel een moord begaat, ben je toch een wetsovertreder geworden. So this is really a really important principle right here. Dus dat is echt een belangrijk principe. So, you know, everyone is equal at the foot of the cross. Want iedereen is gelijk aan het voet van de kruis. It doesn't matter if you're a Jew or a Gentile. Het maakt niet uit of je Joods bent of een heiden. If you're from the African continent or the South American or the European continent. Dus of je van Afrikaans continent bent of Europees continent. It doesn't matter if you're rich or poor. Het maakt niet uit of je rijk of arm bent. It doesn't matter if you're the CEO or the cleaner. Dus het maakt niet uit of je de CEO bent of de schoonmaker. In the church, everyone is equal. Maar in de kerk is iedereen gelijk. In fact, in Roman society. Dus in de Romeinse samenleving. I believe only like 10% were Roman citizens. Ik geloof dat maar 10% echt Romeinse inwoners waren. So they were the wealthy ones. They were the ones who were allowed to vote. Dus zij waren heel rijk en zij konden stemmen. They were the elite of society. Zij waren de elite van de samenleving. And then you had free people. En toen had je de vrije mensen. And they consisted, maybe they were like 30% or something. En dat was ongeveer 30%. Probably even less than that. Misschien nog wel iets minder. And then the majority. Maar de meerderheid. Of the people were slaves. De meerderheid van die mensen waren slaven. And those were slaves. They were very different than in North America. Maar dat waren hele andere dan de slaven in Noord-Amerika. They could have influential positions in society. Dus ze konden invloedrijke posities hebben in de samenleving. They just weren't free people. Ze waren alleen niet vrij. But in church. Maar in de kerk. You could also have a slave who would be the pastor. Kon je ook de pastoor kon een slaaf zijn. While his church members, they were standing at the door serving coffee, if they had coffee in those days. En er konden mensen bij de deur staan, die misschien koffie serveerden. Were super influential Roman citizens. Die hele invloedrijke Romeinse inwoners waren. The cross is a great equalizer. Het kruis is echt een mooie gelijkmaker. Everyone is equal at the foot of the cross. Iedereen is gelijk bij het voet van de kruis. God can use anyone. Want God kan iedereen gebruiken. In the church. In de kerk. In the kingdom. In het koninkrijk. So. James is saying, dus Jacobus zegt hier, whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it. Want wie zich aan de hele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig ten opzichte van de hele wet. And this is about how do you respect the law. En het gaat over hoe je de wet respecteert. And obviously we're talking about Torah here, about the Hebrew law. En we hebben het hier over de Torah, de Hebreeuwse wet. If you heed this one thing, but you deny the other thing. Dus als je één ding doet, maar het andere ontkent. You basically disrespect the whole thing. Dan heb je geen respect voor het hele. And this is why it's important to what Jesus says, like, hey, we need to keep all of it. En daarom is het belangrijk dat Jezus zegt, we moeten ons aan alles houden. And our passage today ends with these words. En de pastoor eindigt met deze woorden. The passage ends, James 2:12. En het stuk eindigt in James 12. So speak and so act as those who are to be judged under the law of liberty. Spreek en leef dan zoals het bij iemand die door de wet vrijmaakt geoordeeld zal worden. For judgment is without mercy to one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. Want onbarmhartigheid zal het oordeel zijn over wie onbarmhartig is geweest. Maar barmhartigheid overwint het oordeel. Now, I think it was the last sermon series.
En ik denk dat de laatste preek was. We talked about the covenants. Toen hebben we het gehad over het verbond. And about the new covenant. En over het nieuwe verbond. And how Jeremiah 31. En over Jeremia 31. Through 33. Tot 33. Describes how the law is written on our hearts. En daarin staat hoe de wet geschreven is in ons hart. And that is the law of liberty. En dat is de wet van vrijheid. It is when it no longer has to be imposed from the outside. En dat is wanneer het niet meer vanaf buiten op ons moet worden opgelegd. But when it comes from the inside. Maar wanneer het vanuit binnen komt. The law becomes an internal motivation. Dus de wet wordt een interne motivatie. Because instead of hearts of stone, God has given us hearts of flesh. Want in plaats van harten van steen heeft hij ons een hart van vlees gegeven. Now that is the law of liberty. En dat is de wet van vrijheid. We do things not because we have to, because we want to. Dus we doen niet dingen omdat het moet, maar omdat we het willen. And that's how we start to live out these two mitzvot in our daily lives. En dat is hoe we die twee mitzvot in ons leven uitleven. Loving God and loving our neighbors. Dus God liefhebben en onze naasten liefhebben. And when we truly love our neighbors. En als we echt onze naasten liefhebben. Then we show mercy to them. Dan laten we genade zien aan ze. Even those people that have hurt us. Zelfs de mensen die ons pijn hebben gedaan. Because, you know, the way how we judge people, that's how we will be judged. Want hoe wij mensen zullen beoordelen, zo zullen wij ook beoordeeld worden. And that is very important. En dat is heel belangrijk. Because Jesus also says, Matthew 6:14. Want in Matthäus 6, vers 14. For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Want als jullie de mensen vergeven wat zij misdaan hebben, zal jullie hemelse Vader jullie ook vergeven. So we need to forgive others. Dus wij moeten anderen vergeven. We cannot hold on to that grudge. We kunnen niet vasthouden aan de wrok. We need to let it go. We moeten het loslaten. We need to give it to God. We moeten het aan God geven. We can't hold on to these things in our lives. We kunnen niet vast blijven houden aan die dingen in ons leven. We need to show mercy. We moeten genade laten zien. Because by the same mercy that we've shown to others, God will give mercy to us. Want de genade die wij aan anderen zullen laten zien, zal God ons ook genade geven. And this is not salvation by works. En dat is geen redding door werken. This is just a principle that you find in scripture. Dat is gewoon een principe die in de geschriften staat. But the point James is trying to make today. Maar het punt dat Jacobus vandaag wil maken. And that's what I'll leave with you today. En daar wil ik jullie mee laten vandaag. Is that God doesn't have favorites. Dat God geen favorieten heeft. God doesn't have favorites. God heeft geen favorieten. Or we could turn it around. We kunnen het ook omdraaien. Every single person on this globe is God's favorite. Want elk persoon op deze wereld is Gods favoriet. God loves every single person. God houdt van elk mens. Equally. Gelijk. And even if you've sinned and made a mess of your life. Dus ook als je gezondigd hebt en je hebt een puinhoop gemaakt van je leven. God still loves you. Houdt God nog steeds van je. God still has a plan for you. God heeft nog steeds een plan voor je. And it's important that we look at other people the same way as God looks to them. En het is belangrijk dat wij naar mensen kijken zoals God naar hun kijkt. That is not always easy. En dat is niet altijd makkelijk. Because we aren't God. Want we zijn God niet. But we can ask him. Maar we kunnen hem vragen. To give us a picture of who that other person is in God's eyes. We kunnen hem vragen een beeld te geven van wie die persoon is in Gods ogen. And ask him to give us the same love that he has for that other person. En hem vragen om ons diezelfde liefde te geven die hij heeft voor dat persoon. To give us the same mercy as God is showing or has shown or will show to that other person. En ons ook die genade te geven die God geeft aan die persoon. The cross is the great equalizer. Want de kruis is de grote gelijkmaker. Everyone is equal at the foot of the cross. Iedereen is gelijk aan het voet van de kruis. At Celebration Church. Bij Celebration Church. The older son. De oudste zoon. Is just as important as the younger son. Is ook net zo belangrijk als de jongste zoon. We're all equal. We zijn allemaal gelijk. We can all be used in mighty ways by the Lord. We kunnen allemaal op een geweldige manier gebruikt worden door de Heer. Now whether that's recorded on video. En het maakt niet uit of het wordt opgenomen op video. Or whether you do it in secret. Of dat je het in het geheim doet. The real heroes are usually the ones who are the unsung heroes. Want de echte helden zijn vaak de mensen die je niet ziet. That are behind the scenes. Die achter de schermen zijn.
God wants to use each and every one of us. Want God wil iedereen gebruiken. And he wants us to look at other people with no partiality. En hij wil dat we met geen verdeeldheid naar andere mensen kijken. And that this is the way how we're going to build this church here in Almere. En dat is ook hoe we de kerk hier willen bouwen in Almere. Love your neighbor as yourself. Om je naaste lief te hebben als jezelf. The second mitzvot. Het tweede mitzvot. That summarizes all of Torah. Die vat alles samen, de hele Torah. Love the Lord your God with all your mind, with all your soul, with all your heart. Dus hou van God met heel je hart, heel je verstand, al je ziel. And love your neighbor as yourself. En hou van je naast als jezelf. These things go hand in hand. Die twee dingen gaan hand in hand. If we do these two. En als we deze twee dingen doen. We fulfill the kingdom Torah. Dan vervullen wij het koninklijke Torah. We fulfill the laws of the kingdom. Dan vervullen wij die wetten van het koninkrijk. Not the kingdom of the Netherlands. Dus niet het koninkrijk van Nederland. The kingdom of heaven. Het koninkrijk van de hemel. Here on earth. Hier op aarde. Amen. 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 Let's stand to our feet. Let's worship. Let's pray. Dus laten we staan. Laten we gaan aanbidden. Bidden. Let's allow the Lord to marinate this message in our hearts. Dus laat God deze boodschap in je hart werken. Lord, we come to you at this moment. Heer, we komen bij u op dit moment. Lord, we thank you for your word. We danken u, Heer, voor uw woord. And Lord, I just pray for every single person right here. En ik bid voor elk persoon die hier is. That you would fill their hearts with your love. Dat u ze hun harten vult met uw liefde. That their hearts will be filled with the Holy Spirit. En dat hun harten worden gevuld met de Heilige Geest. That you would carve that royal law in each and every one of our hearts. En dat u uw koninklijke wet in onze harten kerft. That we will truly love you. En dat we u waarlijk zullen liefhebben. With all our heart, mind, soul. Met heel ons hart. Onze geest. And also love our neighbor as ourselves. En ook onze naaste liefhebben als onszelf. God help us to see where we've treated people with partiality. Heer, wilt u ons laten zien waar wij mensen hebben behandeld met ongelijkheid? And allow us, Lord, to repent of that. En laat ons afkeren daarvan, Heer, van deze zonde. Lord, may the sin of partiality not be seen in our hearts. En laat de zonde van verdeeldheid niet in onze harten zijn. Take it away, Lord. Wilt u het wegnemen, Heer? Just cleanse us. Wilt u ons reinigen? In Jesus' name. In Jezus' naam.